Vanuit de wet is er eigenlijk niks geregeld voor samenwoners. Als je samen een huis koopt en een van twee komt te overlijden, dan komt het dus niet goed, want er wordt een half huis van je schoonfamilie. In een samenlevingscontract kun je dit soort dingen wel regelen. En een samenlevingscontract heeft meer voordelen. Zo kan het nodig zijn als je fiscaal partners wilt zijn in de inkomstenbelasting. Maar ook voor je pensioen, als je wilt regelen dat de ander nabestaande pensioen krijgt als je zelf komt te overlijden. En je kunt vastleggen hoe de spullen verdeeld moeten worden als de relatie beëindigd wordt. In een samenlevingscontract kun je niet bepalen dat je elkaars erfgenamen bent. Daar heb je een testament voor nodig. Het opstellen van een samenlevingscontract begint altijd met een adviesgesprek bij de notaris. Als je zo'n adviesgesprek wilt, neem dan even contact met ons op.